Vandaag speel ik Noob Crusher in Roblox. En in dit spel moet ik letterlijk Noob skillen op verschillende manieren. Zo kan ik speciale en verschillende wapens kopen om te gebruiken. Maar ook hele bijzondere kamers, zoals een Noob letterlijk in een blender. Wist je dat alleen mensen die geen Noob zijn of een duimpje omhoog op deze video kunnen drukken? Ik zou zeggen, druk erop en laat weten of het jou is gelukt. Daar staan we dan! En in het lab moet ik letterlijk allemaal noobs gaan spawnen. Maar moet ik ook allemaal noobs gaan killen op verschillende manieren. Want uit deze gigantische buis hier komt al letterlijk een noob te staan. En die ziet er zo uit. Dit is dus letterlijk wat een Roblox noob is. En die noob moet ik de hele tijd killen op verschillende manieren. Bijvoorbeeld nu letterlijk met een zwaard in één keer. Oh, het was wel iets gewelddadiger letterlijk wat ik dacht. Maar omdat we dus de noob hebben gekild, hebben we nu 37 euro gekregen. En op die manier kunnen we dus de hele tijd ook nieuwe spullen gaan kopen. Je hebt namelijk een kopje genaamd Rooms. En in dat kopje kan je letterlijk verschillende soorten kamers kopen. Zoals een grinder dat letterlijk een noob helemaal wordt geplet en dat soort dingen wordt verscheurd. Maar je kan bijvoorbeeld ook een nieuw soort noob kopen of eventueel nieuwe wapens. Dus laten we zeker maar even wat noobs gaan spawnen hier in deze machine. En dan komen ze allemaal uit die buis. En wat ze hier bij ons hebben is letterlijk een taser. Dus ik ben heel benieuwd hoe een noob gaat reageren op een taser letterlijk. Wow! Oké, is dat helemaal onder stroom letterlijk. Oké. Ja, ik denk niet dat je ooit geraakt wil worden door een taser. Laat weten in de reacties of jij dat ooit zou willen uitproberen. Ik zeker niet. Dat lijkt me heel erg pijnlijk namelijk. Maar we hebben hier nog wat meer. We hebben hier namelijk een vriesgeweer. En hiermee kunnen we letterlijk een noob laten bevriezen op die manier. Oké, het is nu letterlijk een ijsklontje. Of nou ja, een noob ijsklontje geworden. En die ook. En die ook. En die ook. Wat nou als we dat gaan slaan met ons zwaard? Krijgen we allemaal ijsblokje? Oké, het is maar goed dat het letterlijk een spelletje is. Het is wel een beetje gewelddadig hier, die noobs killen. Maar oké. Laten we kijken of we nog meer hebben wat we kunnen gebruiken. We hebben dus een zwaard, we hebben een taser en we hebben een vriesgeweer. Maar we hebben inmiddels al wel 117 euro verdiend. En laten we trouwens maar heel even zo alles schoonmaken zo in de fabriek. En laten we eens even kijken of we al iets nieuws kunnen kopen met die 117 euro. Ik zie hier dat we een ballon kunnen kopen voor 500 euro. Of ja, een honkbalknuppel. Of in dit geval een baseballknuppel. Alleen dat kost wel heel veel geld. Misschien dat we een nieuwe kamer kunnen kopen. En ja hoor, we kunnen een grinder kopen voor 100 euro. En die hebben we dus ingesteld zoals je kan zien. En op die manier kunnen we dus noob skillen op een hele andere manier. Want als ik nu een noob span, dan komt hij als het goed is in de buis. En ja, oké, dat ziet er heel erg pijnlijk uit. Weet je wat? We gaan er gewoon allemaal meer spannen. En we kunnen ook volgens mij meer noobs spannen uiteindelijk. Dat kost 400 Robux. Nou, weet je wat? We willen natuurlijk veel meer noobs erbij. Want dan verdienen we ook veel meer geld. En ik kan zelfs ook nog een noob worden vandaag. Oké, laten we alle noobs spannen. En in de buis laten vallen. Oh, lijkt alsof we letterlijk in een blender vallen of zo. We worden gewoon allemaal mini-stukjes geworden. Oké, laten we weer alles zo weg gaan halen. De kamer gaan veranderen naar een normale kamer. En laten we dan 7 noobs gaan spawnen en letterlijk gaan bevriezen met ons vriesgeweer. Kunnen we trouwens ook misschien wat geld kopen? Oh, we kunnen zeker wat geld kopen. Oké, laten we 210 Robux uitgeven voor 10.000 euro. Want daarmee kunnen we best wel wat dingen kopen. Kijk, momenteel hebben we letterlijk 10.000 euro plus. En daarmee kunnen we eens even kijken. We gaan een nieuw soort wapen kopen. We kunnen een ballon testen. Ik bedoel, ik ben best wel nieuwsgierig hoe een ballon letterlijk gaat werken. Eens even kijken. Zo, we hebben een ballon gekocht. We kunnen ook nog dit ding kopen. Ik denk dat het ook wel raar is om te zien. En dynamite. Oké, laten we eens even kijken. Zo, die gaan we allemaal spawnen op die manier. En dan hebben we nu alles bij ons. En dan ben ik heel benieuwd hoe een ballon letterlijk een noob gaat killen. Oké. We laten hem lekker omhoog vliegen letterlijk. Op die manier. En dan vliegt er gewoon letterlijk de ruimte in. Oké, dit ziet er zo raar uit. Maar de noobs vliegen letterlijk tegen het dak aan momenteel. En kunnen we dan niet ze laten poppen, de ballonnetjes? Nee, letterlijk. Dat is het enige wat we kunnen doen. Oké, uiteindelijk vliegen ze waarschijnlijk zo hoog dat ze dan de ruimte ingaan en dan vanzelf letterlijk doodgaan. Oké, zo. Laten we nieuwe noobs gaan spawnen. En laten we dan denk ik maar eens even als eerste dit ding gaan testen. En geloof me, ik denk dat je dit ding zeker niet tegen je aan wil hebben, want dat doet heel veel pijn. Oké, daar gaan we. Hoe werkt dit? Wow! Oké, dit is best wel gewelddadig, dit ding. Oké. Hoppa! En hoppa!
Oké, weet je, dit ding doen we wel weg. Wil iemand een stukje vuurwerk misschien? Hier, pak maar. Oké, dynamiet hier. Wow. Oké, we kunnen gewoon letterlijk allemaal dynamiet gooien hier zo. We krijgen daar best wel veel geld voor volgens mij per dynamiet. Weet je wat we gaan doen? Laten we nieuwe kamers gaan kopen. Zo, we gaan alle noobs wegdoen en we gaan onze kamer veranderen. Alleen, wat gaan we dit keer doen? We kunnen een trap proberen, maar ik weet niet echt wat daar... Ja, iets ja, wat je daarmee kan. Maar laten we denk ik dan maar een noob gaan spannen. Kijken wat er... Oh, dan valt hij letterlijk van de trappen af. Oh, dat ziet er mega grappig uit. Oh, ik weet nog wel dat ik altijd met letterlijk mijn, ja, met mijn bed gewoon van de trap afging. Of nou ja, niet met mijn hele bed, maar meer met mijn matras en dat soort dingetjes. Hoe kom ik hier nou letterlijk weer uit? Oké, zo. Laten we weer teleporteren. Kijk eens aan. Oké. Laten we voor een andere kamer gaan. Dus dit is letterlijk dat je van de trap afvalt. Ik ben heel benieuwd hoe alles ook werkt. En dit zijn gewoon trampolines. Oké, maar hoe raar kan een trampoline werken? Weet je wat? Ze spannen alle noobs opnieuw. Kijk, dan komen alle noobs letterlijk uit die buis. Maar een trampoline is toch helemaal niet gevaarlijk? Ik bedoel, wat kan daar nou misgaan? Oh! Wacht, we kunnen de trampoline veel harder zetten. Dan stuiteren ze letterlijk door de hele kamer heen. Oké, en dan uiteindelijk knallen ze tegen de ramen en tegen de muren. Oké, dit is echt heel erg raar als ik dit zo zie. Oké, laten we maar iets anders gaan doen. Oh, we kunnen hier letterlijk lasers aanzetten. Oké, maar ik ben wel heel erg benieuwd wat dit is. Een hydraulic press. En dan gaan we denk ik nu dan achterkomen. Laten we wat noobs hier neerzetten. En dan hebben we dus een hydraulic press. En is dat letterlijk zo'n ding wat mega sterk is? En dat hij dan letterlijk alles plet. Oké, laten we hem aanzetten. En ja, de noobs worden letterlijk geplet. Wow! Oké, dat ziet er best wel heel erg pijnlijk uit, moet ik zeggen. Laten we hem maar snel weer uitzetten. Zo, kijk eens aan. En dan gaan we een nieuwe kamer spannen. Een lava pit lijkt me wel heel erg leuk, letterlijk, om te hebben. We hebben dus letterlijk een soort van pit van allemaal lava. Als je daarin valt, geloof me, dat is zeker geen pretje. Maar de noobs gaan er nu achter komen, want het zijn letterlijk noobs. En dat zijn niet echte mensen. Oké, dan gaan ze... En ze zijn aan het zwemmen en ze verbranden letterlijk helemaal. Oké, ze maken wel hele rare geluiden, maar ik zie dat er een paar zijn overgeslagen hier zo. Dus als ik hier nou even een dynamietje neerleg op die manier. Oké, ja, en jij er ook achteraan? Oké, perfect. Laten we denk ik maar eens even wat andere wapens gaan testen. We hebben nu allemaal van dit soort dingen getest, maar ik denk dat we maar wat nieuwe wapens gaan kopen. We hebben namelijk nog een zaag die we bijvoorbeeld kunnen testen, een waterkanon of een flamethrower. Dus dat is een vlammenwerper. Ik denk dat dat wel heel erg vet is om te gaan proberen. En wat is spawn noob? We kunnen letterlijk ook iemand killen met een vishengel of een shotgun of een lightsaber. En nog veel meer dingen zoals je kan zien. Maar laten we denk ik maar als eerste datgene gaan proberen wat we hebben gekocht. Namelijk de zaag. Dus even kijken. Zo, we pakken een zaag erbij en we hebben natuurlijk ook een flamethrower. Oké, we pakken de zaag zo op deze manier. En ik denk dat het heel erg pijnlijk is om te zien... Oh, sorry! Wow, oké. Ja, die is best wel gewelddadig. Ik denk dat we de flamethrower maar gaan gebruiken. Dus de vlammenwerper. En het lijkt er niet op dat die echt wat doet, volgens mij. Oh, die zet ze wel in de brand, hè? Huh? Oké, het werkt wel. Het werkt wel. Het werkt letterlijk wel. Het werkt letterlijk wel. Oké, dit is gewoon letterlijk een vlammenwerper om allemaal noobs te killen. Oké. Ik weet nou niet echt of ik dit nou echt leuk vind eigenlijk, om heel eerlijk te zijn. Ik bedoel, de verschillende soorten manieren zijn wel cool, maar het is wel een beetje agressief letterlijk. Oh, wie is dit? Oké, dan is er een drinker hier. Oké, eens even kijken. Laten we denk ik voor een andere kamer gaan. We kunnen een blender doen, we kunnen een gigantische fan doen, maar dat kost veel meer geld. Dus wat we even gaan doen, we gaan eerst even wat meer geld kopen. 20.000 euro kopen, dat is voor 400 euro. Dat is best wel veel geld. Oké, doe zeker een duimpje omhoog, want dit kost mij heel wat echte centjes uit mijn portemonnee. Oké, eens even kijken. We hebben dus nu 23.000 euro. En daarmee kunnen we eigenlijk alleen een gigantische fan kopen. We hebben al een soort van blender gehad eigenlijk aan het begin. Die grinder, zeg maar. Maar je hebt hier ook een blenderkamer. Ik denk dat ik eigenlijk die wel wil proberen. Dat lijkt me heel erg vet. Alleen dan hebben we nog een klein beetje extra geld nodig. Dus laten we dat zeker erbij kopen. Kijk eens aan. Voor 110 euro. En dan hebben we 28.000 euro. En dan kunnen we een blenderkamer kopen. Kijk eens aan, dit ziet er heel erg raar uit. Maar dan gaan we hier...
de blenders eerst uitzetten. Zo, en dan spannen we de noobs in de blender. Ja, daarom moet je altijd... Dit is letterlijk een voorbeeld waarom je altijd moet oppassen met de blender. En niet zomaar je hand erin moet stoppen of dat soort dingen. Want een blender is heel erg scherp. En dat ga ik jullie nu laten zien. De noob zit in de blender, zoals je kan zien. En de blender staat uit. Maar als we hem aanzetten, dan gaat hij heel hard draaien. En dan is het letterlijk een noob smoothie. Wat je zo meteen krijgt gewoon. Oké, ja. Zoals je ziet gaan de noobs alle kanten op. En nu hebben we bijna een noob drankje wat we kunnen drinken. Zou jij dat drinken? Een drankje van noobs? Ik niet in ieder geval. Dat lijkt me niet heel erg lekker. Zo, laten we die weer uitzetten. En laten we nog iets nieuws gaan kopen. Ik ben namelijk heel erg benieuwd naar een shrinkgeweer. Dat is namelijk dat de noobs mega klein worden. Of gaan we toch voor een vishengel? Weet je wat? Ik ga voor het kleine geweer, de Shrink Ray. Oké, zo. Die doen we normaal. Kamer maken we ook weer even normaal natuurlijk. Dan spannen we alle noobs. En dan gaan we dat geweer testen. Laat ook zeker achter in de reacties sowieso welke wapens en kamer ik de volgende keer moet gaan testen. Als jullie dit nog een keer willen zien. Want er zijn nog veel meer tools die we natuurlijk kunnen testen. Oké, dit is dus een shrink geweer. En dat moet als het goed is mensen kleiner of groter maken. Oké, dit ziet er heel erg raar uit. Worden ze nou letterlijk groter of kleiner? Hij wordt letterlijk kleiner. Hij wordt letterlijk kleiner. Hij krimpt gewoon helemaal. Oké, dit ziet er heel erg raar uit. Dit ziet er echt heel erg raar uit. Zijn lichaam krimpt helemaal. En zijn benen. We kunnen letterlijk zijn benen laten krimpen. We kunnen zijn hoofd laten krimpen. Alleen zijn armen. Maar weet je wat? Ik denk dat we hier maar een klein explosiefetje neerleggen. Doei!